Ik ben Koos Bruinsma. Ik woon in Sneek en ik zit in onder 12. En wat voor soort voetballer ben jij, Koos? Verdediger. De jonge verdediger van SC Heerenveen onder 12 is deze maand verkozen tot jeugdspeler van de maand. Koop is een heel enthousiaste voetballer. Iemand die altijd de bal wil hebben. Dus bij mij spelen ze op verschillende posities. Ja, en achterin, als je achterin staat, wil je de bal hebben. Wil je de opbouw verzorgen. Wil je belangrijk zijn voor het team. Als je op middenveld staat, wil je de bal hebben. Als je in de spits staat, nou, dan, zelfs dan wil je doelpunten maken. Wil je de bal hebben, scoren. Koppen kan hij fantastisch. Dus Kobus heeft zich de laatste tijd gewoon fantastisch ontwikkeld. In die zin, de techniek is steeds beter geworden. Het aanvallen steeds nadrukkelijker aanwezig binnen het team. En hij werkt gewoon keihard op de training. En daar begint alles mee. Ja, wat voor soort voetballer is hij? Ja, hij kan goed verdedigen, hij kan goed ballen afpakken. En is dat ook je ambitie, de verdediging? Of kun je ook op andere posities uitvoeten? Ik kan op zich wel op meerdere posities, maar op verdedigen ben ik wel het best. En nu ben je de jeugdspeler van de maand. Heb je enig idee waarom jij het bent geworden? Omdat ik altijd doorga. Ik vind hem aan de bal ook gewoon goed en hij wordt technisch steeds vaardiger, waardoor hij ook vanuit de drukte naar de open ruimte kan spelen. Nou, dat trainen we gewoon heel veel op en dat wordt ook steeds beter. Hij heeft een goede inspeelpaas. Al met al wordt hij steeds completer. Wat ik ook mooi vind, hij wint de bal en dan probeert hij hem gelijk weer naar de open ruimtes te spelen vanuit de omschakeling, waardoor we ook weer gevaarlijk worden. Is het dan ook al helemaal duidelijk welke positie hij standaard komt te spelen? Of? Nou, ik vind dat nog niet zo belangrijk. Ik zet hem wel achterin, waar hij zich goed voelt. Maar ook steeds meer op het middenveld, omdat hij dan ook het spel niet voor zich heeft, maar ook moet weten wat er in zijn rug gebeurt. En, wat ik zeg, als hij hem in de spits zet, scoort hij ook doelpunten. Dus dat is alleen maar mooi voor zo'n jongen ook, dat hij dat ook nu kan doen. Ja, en de toekomst zal uitwijzen waar hij uiteindelijk terecht komt. Oh, waar wil je jezelf nog graag in verbeteren? Ik wil nog feller worden, dus nog harder in de duels gaan en voor de man komen. Ja, Kobus heeft een heel mooi droomdoel ingevuld. Nou, zijn broer speelt volgens mij bij onder 15, bij Cambuur. Zijn broertje zit voor mij ook op, misschien voor mij wel beide voetbalscholen. En zijn droomdoel was om met zijn broers in het Nederlands elftal te gaan voetballen. Dus dat vind ik wel met nadruk op dromen een prachtig doel. Maar dat is wel iets waar hij voor moet gaan natuurlijk. Is dat dan ook onderlinge strijd? Ja, niet per se met de clubs, maar... We, zeg maar, als we voetballen, dan willen we wel winnen. Wie heeft het meeste talent? Ik.